kijk. Hier kan je ook gewoon doodgaan. Wat? Holy! Voel die kracht van binnen, jongen. Dat geluid, die turbo, die versnellingen. Ja, man! Dames en heren, welkom bij het knijtertje dikke Day One vanuit het prachtige Zweden. Ja. Tot 2 dagen geleden hadden wij geen idee dat we vandaag hier zouden staan. Maar we kennen allemaal die vrienden die af en toe van die toffe video's doorsturen als ze op een dikke plek staan, wat dan iedereen moet weten, weet je wel. Zo ook Nick en Hans, ik ga ze straks introduceren. Maar die stuurden mij filmpjes dat ze hier driftend op het ijs bezig waren en door de sneeuw in de bos aan het knallen. Met BMW's, met oerquattro's, met gekkigheid. Maar je krijgt je op in die gek, want die stapt dus gewoon in de auto. Vannacht 1700 kilometer, hier naartoe geknald, onder het Noorderlicht. Prachtig. Het is tering vroeg, het is tering koud. Min 20, denk ik. Ik heb geen idee waar Nick en Hans zijn. Ik ga ze even zoeken. Ik denk bij het ontbijt. Croissantje erbij. Day one in Zweden. Hoe dik is dat? Tof dat je kijkt, man. We gaan beginnen. Let's go! In Zweden om croissantjes vragen is een beetje vloek in de kerk natuurlijk. Maar aan zo'n ontbijttafel ook een beetje, je kent het wel, grote mannenpraat. Weet je wel, ik zeg geef even het navigatieadres waar we naartoe gaan. Nee, het zijn coördinaten, het is geen adres, het is een veld, we hebben een bos afgehuurd. Maar je ziet aan die mannen, er zit een bepaalde fun in hun gezicht, dat je weet, het is geen grote mannenpraat. Dit gaat geen grote mannenpraat zijn. Dit gaat een mega dag worden. Ik ben volgens mij echt met knallers onderweg. En ik ben heel blij dat ik gegaan ben. Maar dat zeg ik nu. Het is nog vroeg. Misschien dat ik vanmiddag in de auto zit. Helemaal wit. Helemaal bevroren. De kak in mijn schoenen. Maar tot nu toe, dik. Ja. Ja, ik heb het koud, maar ik ben ook ergens achter gekomen. Ik heb mijn omgekeerde thermo bij. Net zo goed in mijn zwembroek kunnen komen. We zitten op Sotrajotskrion. Ik hoop dat ik niemand beledig. Dames en heren, ik sta hier met 2 legends. Waarschijnlijk ken je ze allebei. Nick kennen we in ieder geval ook van de video's op YouTube met de GTR en de i20. Nick was degene die mij video's doorstuurde van zichzelf, maar vooral ook van Hans, die hier als een werkelijke randebiel over het ijs aan het knallen was. En daarop zei ik ga inhaken. Ik kreeg de Dakar filmpjes doorgestuurd, alles erop en eraan. Ik ken wat gezamenlijke vrienden. Die wensen mij allemaal succes op de app. Die zeggen allemaal, oh god, ga je met Hans rijden? Ja, succes! Wat is dit allemaal voor gekkigheid? Ja, ik weet niet of ze hebben al lopen opscheppen, maar dat ga je vandaag wel meemaken, denk ik. Kijk, wij doen natuurlijk van alles op rallygebied en circuit. Ja. We komen inderdaad net uit de Dakar. Samen met Arkane Racing hebben wij een autootje ontwikkeld. Hebben we heel Dakar meegedaan. En nu zijn we hier voor de rijtrainingen. Dat is zowel rally als circuit. We hebben hier een heel assortiment auto's staan. Goede line-up staat hier. Ja. Vanaf de nieuwe Toyota Yaris 4x4 en de MT40 die we hier op het circuit gebruiken, hebben we ook nog een Audi Urquattro en een Opel Ascona. Dus ik denk dat we ons vandaag wel kunnen vermaken. 23 graden is het hier onder nul, hè? Minus. Dus we staan op een meer, letterlijk een meer, hè? Ja, het is een bevroren ijsvlakte, 50 centimeter dik. En er zijn banen geschoven omdat het sneeuw is gevallen en wij daar een mooi parcours van kunnen maken. Nou ben ik hier met mijn grote bek naartoe gekomen. Ja. Wat gaan we vandaag doen? We gaan zo meteen met de 240 op het parcours hier achterrijden. We gaan een beetje warm draaien. Als ondertussen de Ascona en de Audi hier ontdooid zijn, dan kun je die ook aanslingeren. Er staat echt letterlijk een kachel op, hè? Ja, de olie is zo dicht. Dat is gewoon stroop. Dus die motoren hebben veel compressie, dus die gaan bijna niet rond. Nou. Toch een keer aaien, denk ik. Wacht, ik ga even aaien. En Moppie. Ja, doe maar. Mag je mee, strakje? Ja. Wil je spelen? Kom maar, kom maar. Oeh, bijna. Kom maar, Moppie. Kom maar. Kom maar. Kom dan, ja! Doe het, kom op, schatje! Kom aan! Ik hang eigenlijk alleen maar hier zodat ik die kachel in mijn bek heb. Gaan we? Ja! Zit er verwarming in die auto's op? Nee. Een beetje. Als je gas geeft. Doei!
maat, heel mijn baard, heel mijn snor, alles is bevroren gewoon. Ja. Waar komt dit bij jou vandaan? Dit komt vroeger van de hobby van mijn vader af. Ja? Ja. Jouw vader is ook een serieus jongen, hè? Ja, die heeft vroeger veel rally gereden, vooral met Volkswagentjes. Ja? Met Volkswagen Golf, ja. En zodoende ben ik besmet geraakt met het autosportvirus. En dat doen we dan op een heel breed vlak. Zoals op de autorensportcircuit, ja? De rally en de offroad zoals de Dakar. We hebben even een heel snel opwarmrondje gedaan. Maar het is niet warm te krijgen. Hij zegt, ik krijg hem niet warm genoeg. De Ascona is hier nu mee bezig. Die staat in de trailer. Kijk, kijk, kijk. Die staat in de trailer warm te draaien. De klep staat dicht. Er staat een heater op in de hoop dat die warm genoeg worden. Het is min 23. En ja, het blijven toch een beetje vrouwen, hè? En soms zijn ze niet warm te feunen. Ja, dat kan gebeuren. Kom, gaan we even kijken. Je houdt van muziek, hè? Ja. Moet je horen, hè? Kom maar. Hier komt het vandaan, hè? Oh, ja. Oh. Ja, man. Ja, dat is hem, hè? Ja, zie je? Kijk, het is toch dat old school, hè? Instapping als erop. Volgens mij gaan we weer een neveltje te zoetje warm gedraaid. Nu gaan we een beetje beginnen. Oké, okay, GoPro's erin en gaan we niet meer aan. Er zit even zijn voetjes te verwarmen, hoor. Het volgende gebeurt. Ik zit gisteren 200 plus op de snelweg onderweg hier naartoe. En wij krijgen allemaal filmpjes door van Nick. Ik hoor allemaal auto's, dik. Totdat hij een filmpje stuurde van iets waarvan ik hoorde. Ho is. Dat is iets anders. Dat is iets anders. Een oerquattro. Ik hoorde gewoon aan het filmpje dat jij in iets anders was gestapt. Want dit staat hier, dit is gewoon een icoon. Ja. Ja, dat is gewoon dé vijfcilinder. Ja, we gaan dadelijk met deze hier ook een stuk doen. Ja. En dan straks daarna gaan we weer in die Ascona en dan beuken we door het bos. Want juist. Je duurt gewoon een compleet bos af. Ja, een pad hierachter. Ja. Als je doet, doen we het goed. Ik ga voor het eerst, ik heb nog nooit ingezeten, Hans. Nee? Ik heb nog nooit in een oerquattro gezeten. Nou, gaan we. Hey, en oerquattro is gewoon bij ons te zien, hè? Day One World of Cars. Assen, 27 maart en 9, 8, nee. 9, 8 en 10 juli in de jaarbeurs. Ik bevries helemaal, mijn kop bevriest gewoon.
Zagen jullie mij? Of mij? Hans en mij. Oh jongens, een stukje rallygeschiedenis gewoon waar je in zit. Het dikke is die 5-cilinder, die turbo's. Je voelt die kracht van binnen, jongen. Dat geluid, die turbo's, die versnellingen. Heerlijk. Het feit dat hij moet koppelen is dik. Je ziet die voeten links van jou gaan. Van het koppelen, remmen, gas, koppelen, remmen, gas. Dik. Het heeft een teringroot turbo gehad. Dus je ziet, hij probeert hem constant in die turbo te houden, in die druk. Op een gegeven moment hadden we daar achter een stukje. En maar blijven duwen, en maar blijven duwen dat ding. Oh, legendarisch. Ja, daarom is dit dik. Hey, ik heb er gewoon in gezeten. Ik zit hier achter in een vrachtwagen, een soort van op te warmen, maar meer moed verzamelen. Links van mij zegt Hans net de legendarische woorden: ik moet dat bospad wel een paar keer rijden, want ik heb die nog nooit gereden, zeg jij. Nee, hij is een nieuw pad, die hebben we nog nooit gebruikt. Dus even kijken waar de bocht naartoe draait. Hè. En de minuut daarvoor vraagt hij aan hem: hoe hard gaat jouw drone? En zegt hij 200 km per uur. Zegt Hans: dat is mooi, want ik ga ongeveer mijn 160, 180 over dat bospad. Dus ja, ik heb er echt zin in, zeg maar Hans nu. Denk echt nu van leuk. Ik heb ook voor de gelegenheid. Zei Nick, kan jij een racepak meenemen? Die heb ik snel gehaald. Hij is wel een beetje van papier-mâché. Ik heb niet het gevoel, dat staat hier ook heel duidelijk in. Zij zijn niet verantwoordelijk voor injury of het overlijden van de persoon in dit pak. Dus ik heb ook niet de illusie dat dit iets doet. Maar zal ik deze aandoen? Of, Nou, dat erin staat, zou ik dat zeker wel doen, ja. Ja? Hé, hey, Nick. Is nou mooi, jongen. Iedereen lacht mij toe, hè, hier. Ja, dat is mooi. Dit is professioneel, hè? Het staat jou wel. Ja, het staat je echt heel goed. Je jas wel onder kunnen houden. Dit is professioneel, jongens. Ga lekker rijden, jongens. Wees me lang. Je ziet het, ik zit serieus in de harnas hier. Helm op, alles nog eraan. Hans heeft een goede focus in zijn ogen. We wachten even tot de baan helemaal schoon is. Hij is al afgesloten, dus dan weten we zeker dat we kunnen gaan. Ik heb wel het gevoel dat we nou iets heel serieus gaan doen. Want je merkt, iedereen is ja, zeg maar daar op het ijs was het een beetje grap en rollen en grappig. En, nu is het gewoon serieus aan. Volgens mij gaan we beginnen. Hans, veel controle die hij heeft is absurd. Hij zit 4-5 bochten van tevoren. Gaat die auto al met zijn neus waar hij naartoe moet gaan? Het is echt absurd. Als ik nou mijn werk nog een beetje zou doen als navigator, gaat dit nog 4 keer zo hard. Stoom loopt hier de cabine in. Tering, Jantje, maat. Dat ging, hè? Maat. De laatste stuk, hè? Oh. Heel even kijken, iets aan lekkages zo. Ja. Lek slangetjes los. Slank. Dat is wel zonde. Hier is het pop. Hè? Slank pop. Hoort er ook een beetje bij natuurlijk, hè, dit. Een beetje kut. Maat, wat zie ik eruit, maat. Ik denk wel dat mijn crew daar denkt dat we tegen een boom zijn gereden omdat we niet meer terugkomen. Ik denk dat die denken dat we dood zijn.
Maar daar ben ik niet. Ik vind het niet erg dat hij het heel even niet doet. Kan ik even bijkomen? Ja, hier weet je gewoon, hier kan je ook gewoon doodgaan. En dat geeft een bepaalde adrenaline. En het gaat echt hard, hè? Oké, we weten wat het is. Het is de stukkenleiding is kapot. Van die auto is de druk is te hoog geweest, dus die slang is gebrusten. Dus die moeten nu een slang oppalen hier in de Zweden. Het is zo koud dat er komt zoveel druk op. Die olie is wat dikker, dus de stuurleiding, zoals je net hebt gehoord in het Zweeds, is kapot. Eigenlijk is dit gewoon één grote mensen speeltuin natuurlijk. Oh, wat een dag jongens. Het wordt al een beetje donker hierachter. Race tegen de klok. Die slang wordt vervangen. Is waarschijnlijk met het donker klaar. Dus dan pakken we nog even een bospad. Maar we sluiten af met de grootste legende van allemaal hier. En dat is de Oerquattro. De Oerquattro zie je ook op DWOC. Kom dit horen, kom dit ruiken, kom dit proeven bij ons. En geniet even van deze, zal ik het zeggen, bonusje van de Legendes der Legendes. Vanuit Zweden, day one. Dank voor het kijken. Lekker hè? Bedankt, hè?